van latrine tot kamerpot. Een latrine is normaal een vlakte in een weide waar een paard altijd zijn behoefte gaat doen. En dat paard gaat altijd op dezelfde plaats gaan. En als je die mest niet verwijdert, gaat er nooit niks in begroeien. Dat paard gaat er niet willen weiden en die gaat het altijd gaan uitbreiden. Maar datzelfde woord latrine werd ook gebeurd, gebruikt door onze voorouders om in de tuin een put te maken, een houten hokje op te plaatsen en dat te gebruiken als toilet. Wanneer het potje vol was, de put vol was liever gezegd, dan verplaatste men het huisje een paar meter en men was weer voor een tijdje goed om zijn behoefte te doen. Wanneer ze vroeger op de kastelen de eerste piespotten in voegen hebben gebracht, was dat rond de periode 1500. Het waren potten in aardewerk en later, omdat dat aardewerk te veel ging ruiken, stinken bij ons gezegd, dan is men kunnen overschakelen naar het porselein. De periode van Lodewijk de 14e situeert zich in zeer mooi porselein die reeds gemaakt werd. Hoe weten we nu het verschil tussen Lodewijk de 14e, de 15e en dergelijke? Wel, we gaan starten met een pot van Lodewijk de 14e en we zien de zeer mooie symmetrie die in de stijl van Lodewijk de 14e werd aangebracht. Werd versierd met gouden randen, maar toen de koning zelf op stap ging, was zijn toilet in pluche mee. Dat werd overal meegebruist. En dat was zijn soort latrine en hij zat, wanneer hij de regering voorzat, altijd op zijn pot. Want ze hadden lange rokken aan en je moet rekenen, er werden heel weinig groenten gegeten in die tijd. En ze hadden nogal zwaar tromgeroffel daardoor. Maar daar maakte men zich in feite geen zorgen over. Zodanig, als we dan gaan kijken naar de koning later, zien we Lodewijk de 15e. En hier zien we volledig de asymmetrie. De tekeningen, en dat zijn het grote verschil erin. Wie was Lodewijk de 14e? De zoon van Lodewijk de 15e. Maar wie was Lodewijk de 15e? De achterkleinzoon. En toch was hij de opvolger ervan. Want hij is koning geworden op 10-jarige leeftijd. Maar Lodewijk de 14e was een man die een heel berucht leven heeft geleid, met vier gezusters als minnares. En hij had er natuurlijk meer dan 20 buitenechtelijke kinderen, maar uit het eigen huishouden had hij 10 kinderen. Maar in die tijd moest men geluk hebben dat men 30 jaar oud werd. De gemiddelde leeftijd in de jaren 1500 van onze keizer Karel hier in Oudenaarde was 27 jaar. Iemand die een appendies kreeg of iets dergelijks, dat was dood, het viel in de buik of wat spreekt men allemaal. Dus Lodewijk de 15e heeft nooit een kind gehad die oud genoeg geworden is. Zelfs zijn eigen kinderen zijn ook te vroeg gestorven, kleinkinderen en dergelijke meer. De reden daarvan was tweedelig, ziekten, maar ook inteelt. Want vele van die koningen zijn getrouwd met broers of zusters, zoon of wat weet ik allemaal. En het is de grote inteelt die gemaakt heeft dat ze zo vroeg gestorven zijn. Lodewijk de 15e had in zijn tijd natuurlijk het grote probleem dat hij oversext was. Hij moest dus enorm veel feesten geven. Madame de Pompadour, en wat weten we allemaal? Resultaat, het mannetje van 10 jaar oud moest koning worden. Waarom? Omdat zijn overgrootvader in feite een syfilis had. De man wou iedere dag een jonge dame en die werden allemaal besmet van datzelfde syfilis natuurlijk. Resultaat, daar wordt gehek van. En men is zeker ervan overtuigd dat de laatste 5 jaar het onmogelijk was om het land te besturen. Maar men moest de Bourbons in stand houden. Men heeft hem ofwel doodbewaard of wat, niemand zal het zeggen.
maar de jongen moest aan 10 jaar koning worden. En daardoor werd een achterneef van zijn overgrootoom aangesteld om hem te begeleiden. Een regent. Vandaar dat men de stijlperiode, die heel kort geweest is in Frankrijk, de Regentie heeft genoemd. Dat was zo'n stijlperiode tussen de verschillen in. En vandaar natuurlijk was het grote probleem, hij moest zelf ook weer een kinders op de wereld zetten. Die zijn ook allemaal heel jong gestorven. Er is 1 kind overgebleven, maar die ook niet oud genoeg geworden is om koning te worden, maar die wel zelf ook weer een kinders had. En vandaar weer een achterkleinzoon moest koning worden in de slechtste periode. Want hij had heel eenvoudig al het geld van de Franse regering verspeeld. Alhoewel hij eerst op zijn jeugdige leeftijd werd aanroepen, dat is de koning van het volk. Maar toen hij 10 jaar koning was, heeft hij het toverbod die er was en heeft hij de centen opgemorst. En deze jongen, Lodewijk de 16e, heel zwak behaafd, want was ook weer een kind van inteelt. En de jongen heeft dan die mooie stijlperiode, Lodewijk de 16e. Met allemaal de mooie rechte staven, maar ja, hij is maar een jaar koning geweest. En hij werd al aangehouden, de boerenkrijg, de Franse revolutie was er, dat was van alles en nog wat. En hij werd gevangen gezet, 1,5 jaar nadat hij koning werd geworden. En wie kwam er dan met die Franse revolutie? Dat was natuurlijk onze vriend Napoleon. Corsicaan. En die moest ook een stijlperiode hebben. En die heeft ongeveer hetzelfde van kleuren, hetzelfde mooie groen, maar meer bladhout en zijn keizerskroon gebruikt. Omdat dat hem typisch moest gaan stiperen. Maar ik ben misschien iets te vlug gegaan. Ik moest nog eventjes bij Lodewijk de 15e gebleven zijn. Hij zat zonder geld voor de regering. En daardoor moest hij op een bepaalde manier geld krijgen. Hij moest maken dat het volk niet mopperde. En hij kwam plotseling op een speciale man uit. Louis Bourdaloue. Louis Bourdaloue was iemand die school gelopen had bij mijn baas. Mijn baas, dat is de stichter van de Jezuïten. Saint Ignace. Je ziet, Saint Ignace, de grote stichter van de Jezuïten. Hij was eerst kapitein geweest bij het leger, was verslagen, was een Spaanse Bask. En uiteindelijk was Louis Bourdaloue een van zijn beste leerlingen in de jaren 1660. De predikant die ooit het meeste prediken heeft geschreven. En hij was zo begeesterd in zijn prediken dat hij geroepen werd aan het hof van koning Lodewijk de 15e. Die zat in de gedachten, ik zal ze arm houden en de dienen zal ze wel dom houden. Zoals nu nog geen de dagen veelal gebeurt. En de man haalde Louis daarbij. En Louis predikte zo begeesterd. En de dames die waren zo begeesterd van die man, dat de prediken 1,5 uur, 2 uur duurde. Maar je moet je voorstellen, de vrouwen kwamen somtijds 1 uur, 1,5 uur ver van te landen om naar de kerk te komen. En wat deden ze als ze aan de laatste boom kwamen van de kerk? Ze trokken de rok eventjes naar omhoog en er werd geplast. Ze hadden hun broek aan, vooraan open, achteraan niet toe. De snelzeiker genoemd. Resultaat, de vrouw van de mondaine mannen, het waren de notabelen die ook naar de kerk kwamen, die konden dat toch niet doen. En die zaten op den duur te draaien en te keren op hun eigen stoel vooraan in de kerk. En ze moesten ook plassen. Maar in die tijd was dat niet mogelijk. Hij kon niet naar buiten gaan, dat was heiligschennis. Hij zou daar enorm veel heilighuisjes mee ingestampt hebben. En er kwam plotseling een dame op het idee van een potje mee te brengen. En dat gewoon, want die vrouwen droegen ook geen broek die gesloten was. Dus dat potje mee te brengen en tussen de benen te steken. En ze zaten te plassen in de kerk. En op den duur waren deze potjes zo in trek
dat men ze de naam Bourdaloue heeft genaamd. En ik ga er nu de echte foto's mee halen, want de echte Bourdaloues zijn zo duur dat ik ze niet bij tijds aangraak om ze te kunnen kopen. En daarom heb ik ze voor jullie opgezocht en een hele collage gemaakt van al de verschillende potjes die dus de vorm hebben van een sausenkom. Vandaar dat ze dus allemaal zijn verkocht, oosterschennig in de tijd, voor sausenkommen. Ze hadden een oortje, alleen de echte platte, dat waren de beste. Want, je moet rekenen, de dames hadden het potje mee in de handtas, werd tussen de benen gestoken en er werd geplast in de kerk. En als ze gedaan hadden, werd het potje gewoon teruggezet in de handtas. Maar het de gewoon kommetje was, kon dat overkwanselen. En dan moesten ze hun zak of wat ze mee hadden, dan ook gaan uitdragen. En daarom ga ik hier nu eventjes water in doen. En als je nu ziet hoe op deze manier ik kan kwanselen, ze hebben die potjes gemaakt met een overhellende boord. En als ze achter de kerk kwamen dat de mes gedaan was, holden ze gewoon het potje uit achter de kerk. Dat was het resultaat. En die Bourdaloue, die dan zoveel prediken, 72 zijn er te boek gesteld van zijn prediken die hij heeft gemaakt. En hij moest dus werkelijk ervoor zorgen dat ze angst, dat ze benauwd waren en dat ze geld afdokten in de kerk die toch allemaal naar het gouvernement van de koningen heen. Vandaar die rijke periode bij Lodewijk de 15e en de Bourdaloues. De Bourdaloues waren dus zo in trek dat ze ook aan de hovingen van de kasteelheren volledig in zwoen kwamen. En wanneer de meisjes van Lichte Zeden volop aan het hof kwamen van de koning, mochten ze zich nooit weggaan om te gaan plassen. Ze moesten dat doen in het bijzijn van de koningin, omdat dat hen erotisch opwond. En hier ziet je dan op de foto's hoe ze dus de Bourdaloue onder de benen brengen en dat ze dus recht staande, terwijl dat iedereen het zag, omdat dat erotiserend was voor de heren die er aanwezig waren. Er zijn dan ook uit die tijd een paar spotprenten die ik gevonden heb, die ingekleurd zijn. De dame die moet meegaan met de rijkere dames naar de kerk. En voor ze de kerk binnengaan, moet zij met de piespot al de dames nog een keer mooi ontvangen met een potje en het achterwerk afkuisen. Dat was het hele. En de dame in kwestie die het potje krijgt, denk ik ben precies een duifje, maar dat idee bij het meisje die het moet doen is hij dwaze koe. Dat vindt hij terug op de potten. Maar momenteel hebben we een moderne uitvinding, denken de mensen. Met al die concerten die er overal zijn, denken ze dat ze nu iets nieuws hebben uitgevonden, de kartonnen plastuit. Een plastuit, dat is nieuw. Maar je mag niet vergeten, de plastuit is van de jaren 1650. Toen men voor het eerst metaal kon emailleren, de vorm van de schede van de vrouw, en rechtstaande kon men ook weer gaan plassen. Dus het zit volledig in dezelfde periode van de Bourdaloue. En waren ze niet in metaal of waren ze niet chic genoeg, dan bestonden ze in glas. En dat was dan het heel chique, daar heb ik ook een paar foto's van gemaakt. Dus en je kunt zien, de rijke mensen hadden en de piespot en een Bourdaloue. Ja. Omdat ze daar als rijkere mensen gebruik konden van maken. We moeten dan eventjes verder gaan naar onze volgende stijlperiode en dat is die natuurlijk van Louis-Philippe. We hebben daartussen Napoleon, we hebben dan de kortere periodes van de opnieuw geprobeerd een keizerhuis te richten, maar dat is allemaal niet gelukt en we krijgen dan uiteindelijk Louis-Philippe. Dit is de enige koning die in feite in Frankrijk opnieuw vrede en vooral een beetje geld heeft gebracht.
De mensen werden niet meer zo hard uitgeperst als bij de vorige koningen. En dat zien we dan ook aan de heel mooie stijl. Eerst en vooral ziet u de mooi gebogen vlakte. U ziet dat bij al die potten. Mooi. Dit bijvoorbeeld is het porselein van Limoges. Maar wat heel chic was voor de rijke mensen, dat was dus een tinnen pot. Want die ging zeker niet ruiken. Tegenover dus waren nog altijd de arme man, had in die tijd nog altijd geen steenpotten die gebakken genoeg waren. Het was het gewone aardewerk. En aan een tijd moest dat verdwijnen. Dit is nu een tinnen pot, maar die bestaan ook in zilver en die bestaan in goud. Maar die staan in München in het Pistottenmuseum. Dus daar kunnen we niet aangraven. Louis-Philippe, heel mooi. En plotseling Louis-Philippe, heel laag. Rijk volk, arm volk. Hoe rijker, hoe hoger de pot, hoe armer, hoe lager bij de grond. We kennen misschien uit de tijd ook het spreekwoord voor eigen deur vegen. In Gent wordt er rond 1800 een wet uitgevaardigd dat de mensen moeten tralies hebben op de eerste verdieping. En die tralies mogen maximum 10 centimeter uit elkaar zitten. Nu zou je kunnen zeggen, de inbrekers komen op de eerste verdieping. Maar het was niet voor de inbrekers, het was gewoon omdat de mensen een druppot door het raam uitgooiden. En als ze tralies voorwerpen, smeten ze het druppot kapot. En dat was de reden waarom ze dat niet mochten doen. Daartegenover, weer eenzelfde periode door Louis-Philippe, maar dit is een hand-mondgeblazen glas. Ziet u de staaf waarmee ons dat geblazen wordt, dat afgeknipt met een ring. En waarom is dat nu glas zijn? Dat is Italiaans. En dat is voor de gezondheid. In Duitsland, als we op reis gaan en daar in een hotel komen en je hebt daar uw behoefte gedaan, dan zie je daar een grote drol liggen, want dat gat is verkeerd gemaakt. Het gat zit vooraan en bij ons zit dat achteraan. Precies. En wij denken, die smeerlappen, we moeten niet staan vreeg met een borstel, maar dat is voor de gezondheid. Iedere dag moet je controleren of dat uw uitwerpselen wel perfect zijn. En dit was ook met de glazen pispot, de ochtendurine, daar moest hij naar kijken of ze klaar was. En daaraan kon je ook zien wanneer u naar de dokter moest, dat ze troebel was of dat er bijvoorbeeld bloedspatten in zaten. Dus dat was te controleren en men kon dat zien door de pot heen. Natuurlijk, dan krijgen we een periode 1830 tot 1800, 1900, die romantische periode. Men was dus iets frivoler en men ging de potten beschilderen met amoertjes. Ja, ja. Het mooie houtwerk versierd. Dit is het Colchester porselein uit de jaren 1870. En dat is de duurste uit mijn collectie die ik hier heb. Ja, hier is dus deze komt van een veiling van Colchester waar ik zelf naartoe geweest ben en zit wel dus aan 2000 euro heden ten dagen. Maar is dan ook een heel mooi stuk. U ziet, ze hebben ze dan allemaal in de verschillende stijlen met de mooie schilderijtjes erop. En op die manier kon men dus meer naar het gewone volk gaan. Want dit is het gewone faïence en dat is het porselein. Dat is het grote verschil natuurlijk. En dan komen we in mijn ogen aan een van de mooiste perioden uit de Hanse geschiedenis. En we hebben in feite hier, kent u dat wat me stijl dat is? Ik denk de Belle Époque. De Belle Époque? Zou kunnen zeggen, maar in feite is dat dus de stijl die het best bij ons gepast heeft, Art Deco, Art Nouveau. Dus u ziet, heel mooie versierselen, werd heel veel in België gemaakt bij de firma Lok in al verschillende stijlen. Dat bestaat natuurlijk ook met altijd
zijn dat de 5 stuks. Je hebt de waterpot om u te wassen, de wasbak, kam, zeep en dan de waterkam. Maar natuurlijk, ik kon dat niet gaan verzamelen om de eenvoudige reden. Waarom moest ik het allemaal plaatsen als je dat allemaal kocht? En nu komen we dan misschien bij die vraag, hoe zijt je daaraan begonnen? Ik heb reeds gezegd, ik ben 20 jaar lang reisleider geweest. En gedurende die 20 jaar kwam ik heel veel in Normandië. Normandië, de bakermat van de Piespot. Le pot chambre. Daarnaast ligt Bretagne. En als je in Bretagne komt en gevraagd naar een pot chambre of een potenchambre, gaan ze u bekijken, dat lijkt dat ze in Keulen horen donderen. En de twee provincies of departementen liggen naast elkaar. En vandaar dus dat men het woord gebruikt, een vase de nuit. Het is in feite veel chiquer, want de Bretonnen, dat zijn de Kelten. En die Kelten, die waren dus iets chiquer. Maar ik ben zeker dat ik ze bij heb. Inderdaad. Ja, ik zeg inderdaad, het is toch een waar kat hier nog dat zo gelegd, maar we gaan ze straks wel boven gaan. In ieder geval, een vase de nuit. En dat waren dan ook weer een vazen. En die zijn ook weer een verkocht voor verschillende doeleinden. Voor grote bloemtuinen in te zetten en niet als piespot. Een vase de nuit in Bretagne en in de Vogezen. Het stuk Vogezen aanpalend aan het zwarte woud. Gebruikt men het woord een vase de nuit. Komt men in Duitsland binnen het zwarte woud, dan gaat men spreken van een nachtvase en verder in Duitsland van een nachtstof. Dat zijn de gebruiken die daar zijn. De mensen moesten met hun pis iedere morgen wat doen, voordat ze zelf toiletten hadden. Uitgieten voor de deur, moeilijk. Wat deed men op een bepaald moment? Men ging de urine ophalen. Er was een urineophaaldienst. In het begin gratis, later toen er concurrentie kwam, werd je daarvoor betaald. Men kwam rond iedere morgen met een kar, met vaten op en iedereen mocht zijn urine komen uitgeven. In het Brusselse, in de Zennevallei, waar de heuze wordt gemaakt, maakte men ook ammoniak. En men had de urine nodig voor ammoniak te maken. Maar de mensen waren nogal vindingrijk. De dag dat dat geld opbrengt, was men geneigd van dat een beetje aan te lingen, met een beetje water. En men had in Brussel de urineproever, om te weten of dat de urine sterk genoeg was. Echt, het bestaat. En hiermee reed men dus rond om de urine op te halen en om ze te gaan verkopen. In Maldegem bijvoorbeeld is er nog altijd een piespotdreef. Dat was de plaats waar dat iedereen naartoe trok morgens om geen piespot te gaan uitgieten. Vandaar piespotdreef in Maldegem. En dan natuurlijk komen we bij de kinderpotjes. Ik weet nu niet of er iemand onder jullie is die weet wat scharminkelen is. Oh ja, op een vreemde gang zeker. Op een vreemde gang. Nee. Absoluut niet te maken. Nee. Scharminkelen, dat is een lelijk woord. Want dat lelijk scharminkel, dat wordt gebruikt voor een slechte vrouw. Dat lelijk scharminkel. De mensen vroeger waren zo hecht bij elkaar. Als er iemand ziek was, men ging helpen. Als er nood was, er werd een kind gekocht, men ging boven beste buren. Alles mocht gebeuren. Binnen huis. Sloeg hij uw vrouw dat ze niet meer zag? Niemand mocht daarover praten. Maar als die vrouw zegt, nu heb ik er toch wel genoeg van. En ze zette het aan. Dan gingen die bovenbeste buren 9 dagen scharminkelen. Ja,
scharmintelen, is kabaal maken, ja, ja, lawaai maken. Ja, ja, ja. En men maakte een grote strooie pop, men plaatste die op de dichtstbijzijnde telefoon of elektriciteitspaal en men scharminkelde het 9 dagen en de 9e dag bakte men wafels. Vandaar dus het woord dat lelijk scharminkelen en scharminkelen. Maar waarom vertel ik dat verhaal hier? Om tot een punt te komen hoe goed die mensen konden zijn en hoe slecht ze konden zijn. U waren een jong meisje van 18, 19 jaar, geen condooms, geen pijl, niks. Er moest de kerk uitgegaan worden voor het zingen. Resultaat, als er toch iets mis was, maar wat kreeg je niet allemaal over je hoofd? De pastoor moest het niet weten, want die zou u een donderpreek gegeven hebben. En men probeerde zo vlug mogelijk te trouwen. Niemand mocht het weten. En dat is nu juist het verhaal van de piespot. Een geschenk bij een huwelijk. Dat was een voorrecht van de nonkels en de tanten van de bruid om een pot te kopen. Een bruidspot met alles eruit, opzet en zo meer. Rond de pot werd een kousenband gedaan. En 's middags aan tafel, bij het feest, werd de pot gewijd. We spreken altijd weer om de bakermat, Normandie, de Calvados. En men goot een volledige fles Calvados in de pot en men gaf die rond tegen dat hij leeg was. Tussen het voorgerecht en het hoofdgerecht. Een true Normand. Letterlijk vertaald, een Normandisch hart. En dat was heel eenvoudig om een hart te slaan in de maag, want alles wat van appels is gemaakt, doet de maag boeren, vooral Calvados, maakt plaats in de maag om van het hoofdgerecht te kunnen leven. Maar u waart vlug getrouwd. En uw bovenbeste vriendin had iets in de mot. Oei, oei, dat is dan juist. En u trouwt en de pastoor weet van niets. Maar wat gebeurt er dan? Bij het buitenkomen aan de kerk staat uw bovenbeste vriendin met een kinderpotje. Ja. Met een amoerke, het pijltje van Cupido. Maar plotseling, op uw mooiste dag van uw leven, weet iedereen, oeh, ze zijn verwachtingen. Zo ver hangen de mensen om dat heel eenvoudig door te brengen. Tot dat u zou beschaamd zijn. Nee. Ze waren goed en ze waren kwaad. Dat was het grote verschil. En hier krijgen we dan, dat vind ik zelf een heel mooi, met relief in. En dit is het potje dat men aan de stoel schoof. De kleine mannen lopen tot 4 jaar met een kakdoek. En geven al dat geld uit. Maar wij zaten aan 8 maanden. Op de stoel, ja. Tegen dat we gescheten hadden. Ja. En niet vroeger eraf. En nu wordt er allemaal geen tijd meer voor genomen en moeten de juffrouwen in school stroomdoeken verwisselen, meer of wat anders. En vandaar dat ik dat de mooiste vind, omdat daar die heel mooie verhalen en legenden aan zitten. En hier krijgen we dan. Hier krijgen we dan het Chinese porselein. Het is typisch met die oor en slang, omdat alles die op die pot ging slangachtig was. En boven staan er daar nog een paar heel mooie Chinezen, die donkere, in het Izmir porselein. Dat is een van de mooiste Chinese porseleinen die er zijn. En ik ga nu uw 2 potten eventjes laten wegen. Omdat je dus echt dat verschil zou vinden. Oei, oei. Dus die weegt nog eens zo zwaar. En dat komt dus door het loodgehalte die zoveel hoger is. Het porselein is dus zoveel zuiverder. Dat is veel zwaarder. Dat is mooi, hè. En dat zijn dus de potten die dus in de tijd meegekomen zijn. Met die Oost-Indische Compagnie. Ja. En die zijn alleenlijk
in Engeland te vinden. Dus als dat schoon porselein is uit die genre, is dat mooi. Natuurlijk, tijdens de Romeinen zaten de mensen met 20 op een rij hun behoefte te doen. En dat was een sociaal gebeuren. De gewoonste zaak ter wereld. Maar hoe meer hygiëne we gekregen hebben, hoe puriteinser we geworden zijn. En plotseling mag er niemand niks meer zien van elkaar en is alles taboe. En nochtans, een vraag die we ons kunnen stellen is, wanneer is nu het eerste toilet gekomen? Wie heeft het eerste toilet uitgevonden? WC. Water closet. En wat is een water closet? Heel eenvoudig. Een pot die hierin zit. En die pot die erin zit, heeft een speciale boord. U ziet die boord en daar hoopt men water in. Ja. En het deksel werd daarin gezet. En dat was gesloten, afgesloten van de lucht. En dat was de eerste wc. Ja, ja. Dat werd de secreetstoel genaamd. Maar u had dus gewoon een pot, een bril erop en een deksel. Stinkt dat niet? Nee, want dat hout is het wilde kerzelarenhout. En dat is de enige houtsoort die geen geur opneemt. Maar natuurlijk, grote mensen, kinderen zijn altijd achteruitgesteld. Maar in dit geval konden de kinderen ook goed op de pot gaan. Oh, men trok heel eenvoudig het voetstuk uit en zodanig dan ook de kinderen hier konden gaan opzetten. Fantastisch, hè? Volledig in het leer met bladgoud afgedrukt, zodanig dat men dit als garnituur had. En waar stond dat? In de huiskamer. Het was een sociaal gebeuren, want iedereen had op dezelfde manier naar het toilet, rijk of arm. En door het feit dat men reeds een slot had, een waterslot, kon men dit in de huiskamer zetten. En dat was een mooi meubelstuk. En dit was dus de secreetstoel. En toen ik in Gent in het designmuseum was, hadden ze over deze stoel het volgende gemaakt. Toen plassen in gezelschap nog heel gewoon was. Een prachtige stoel uitgewerkt in de wilde kerzelaar met bedrukt leder, maar stond niet in de woonkamer. Verscholen onder het deksel zat een piespot met waterslot. De bovenrand werd gevuld met water, zodat het deksel perfect staat op de pot paste. Geen last meer van kwalijke geurtjes. Het voetsteuntje was voor de kinderen, gemakkelijk op en af het toilet en geen bengelende windjes. We kunnen er veel van leren. De houtsoort werd speciaal gekozen voor dit gebruik. Vandaar deze afsluiter. Een wc, de opvolger van het toilet. Natuurlijk, we kunnen nog uren doorgaan over die potten, maar dat zou te lang worden voor Jean-Pierre zijn opname. En als er nu moesten nog vragen zijn, en ik kan ze beantwoorden, ga ik dat doen met veel plezier. En ik ga jullie dus nu alle documentatie meegeven van latrine, van pispotten en vooral van Le Vase de Louis. Hallo Pietje, de vraag van u. Wat is een piespot met een spiegeltje in? Wel, dat komt uit Nederland. Want wat zeggen de Nederlanders tegen een piespot? Eerst en vooral piespot zouden ze nooit gebruiken. Als ze het woord uitspreken, is pispot. Maar normaal spreekt men van een po. Ja. Waarom een po? Omdat ze het woord pot de chambre niet kunnen uitspreken. En vandaar spreekt men van een po. Maar die vraag waarom een spiegeltje erin, dat komt van de streng gereformeerde kerk. Het meisje mocht tot voor het huwelijk
niet weten wat dat er allemaal onderaan te zien was. En hoe dat allemaal werkte. En zij kreeg dan bij de bruiloft een pispot met een spiegel in. En dat was haar eerste kennismaking met het seksuele gebeuren die er misschien zou opvolgen. Er mocht niet over gesproken worden. Dus weerom, hoe verder, hoe moderner, hoe puriteinser. Maar de oorsprong komt vanuit Nederland. Allee, kijk, waar dan ze daar ook niet over ingesproken worden tegen. Dus de pop met ze meer. Zingen, kinderverlamming en allemaal. Dat is datzelfde gebied. En daar mag er dus geen seksuele voorlichting gegeven worden, niets. En krijgt het meisje de avond van haar trouw een pot met mijn spiegeltje. En is eigenlijk toegekomen om te beginnen verzamelen. Ja, dat was in de jaren 1968, toen ik in Frankrijk, Normandië, als gids fungeerde. Een hotel waar ik vele malen met groepen kwam, zou de dochter des huizes dat jaar huwen. En ik werd gevraagd die winter naar de bruiloft. En toen de bruiloftreceptie bezig was en de mannen grote hompen, paté en brood en boter naar binnen werkten, moest er natuurlijk nog gegeten worden, maar die mannen waren al zeker en vast opgeblazen. En plotseling kwam men af met een mooie piespot met een kousenband rond. Men goot daar een grote fles Calvados in en iedereen slurpte daar met goede teugen aan die pot. Ik wist niet wat ik zag. En toen ik hem erover aansprak achteraf, zegde men dat het een volksgebruik was, een true normand. Een hat mapen in de maag, maar letterlijk een true normand, waar een Normandisch hat had opgegeven. En van daaraf had ik al het idee, moest ik ooit zelf een restaurant beginnen, ik wil dat ook hebben, want dat vond ik iets ludiek. Maar het ludieke moest nog komen. S'avonds om 12 uur deed de vader van de bruid die kousenband van de pot. De bruid ging op de tafel gaan staan. En deed de bruid de kousenband aan. Dan werd de wekker ingesteld. En verkocht men die kousenband per Amerikaans opbod. Men ging rond met de pot. En men gooide in die tijd briefjes van 20 Franse frank ineens erin. Iedereen wou die kousenband hebben, want degene die het laatste geld in de pot gegooid had als de wekker afliep, mocht de kousenband afdoen van de bruid. Opbrengst 50.000, 60.000 frank in die tijd. En dat was om de huwelijksreis te betalen. En om 11:45 vertrok het jonge paar, men gunde hen de huwelijksnacht. En zij vertrokken met de pot en het geld. De familie feestte gewoon verder en het jonge paar was weg met het geld. Ik vind dat fantastisch. En vandaar dat ik bij hen verzamelen ben en ben ik tot duizenden stuks gekomen. Wij hadden thuis als kind onder ons bed een metalen witte pispot. Ik denk met een blauwe boord aan. En daar lag er een kartonnen deksel op, een dik kartonnen deksel dat regelmatig vernieuwd werd. Ik denk dat dat een gewoonte was bij alle mensen in die tijd, want er waren geen toiletten binnen huis, wel buiten huis. Dus dat ze het ook wel gehad hebben, zoiets. Ja, we hadden het inderdaad. Want het huizeke, zoals het genoemd werd, stond bijna 20 meter van het huis vandaan. Ja, en als het winter was en koud was, word je blij dat je die piespot had. Ja, netjes. Bij de gewone mens was die piespot, zoals dat gezegd, onder bed, een kartonnen erop. En bij de begoede klasse hadden ze een nachttafeltje, volledig in de marmer. Ja. En daar werd de piespot ingestoken. En dat was dus ook voor de rijkere. Later hebben we dan ook wel ergens zo'n potje bemachtigd. Maar ik had wel problemen ermee. Ik heb al verteld, hoe rijker, hoe hoger de pot. Hoe armer, hoe lager de pot. En wij waren kleine boertjes en waren dus arm. En je moet dat nu een keer bekijken. Zo'n potje. Ja? En je bent 18 jaar. Je hebt wat pinten gedronken.
En hij moet s'nachts wakker worden, het is oogwater. En dan gaat hij in die pot gaan pissen. Maar Sandren, dat is morgens, ons moeder. Ach, gij vuile smerlap. Heb weer al naast de pot gepist. Maar had ik niet naast de pot gepist, was ik 18 jaar, had ik veel druk en zo'n klein potje. Als ik erin paste, spatte hij dat over langs al. Maar ik heb dat maar één keer meegemaakt. Ik had er direct wat op gevonden dat ik niet meer op mijn oren kreeg. Ik heb gewoon mijn voet in die pot gezet en ik paste langs mijn bellen. En dat liep er schoon in en dat was nog warm. Dat was een systeem. Dat was een uitvinding. Uw vraag hoe ik het dan met die verzameling gedaan heb. Wel, zoals velen weten had ik een restaurant, Sint-Ignace genaamd. En dat was de plaats waar ik die verzameling van die piespotten kon doen. En waar ik mijn ervaring die ik vroeger in Normandië had meegemaakt, kon overbrengen aan de mensen. En op die manier kon ik de mensen verhalen vertellen en schonken wij honderden flessen Calvados in de piespot uit en ieder tafel kreeg een piespot. Maar dat waren dan moderne piespotten. Het was wel in het mooie porselein van Limoges en handgeschilderd, want langsachter staat het verhaal, geschilderd op 1 januari 2000, exclusief voor restaurant Sint-Ignace, door broeder Andreas van het monasterium Maria Kluizen in Zegelsaan. De paters die daar verblijven en die daar kunstwerken maken op porselein en dat wordt dan op 1200 graden herbakken. En dat is volledig in het oude Chinees blauw en niet het Delfts blauw, want het Delfts blauw is gestolen van het Chinees blauw. En vandaar dat dat helemaal gemaakt. En de mensen dronken op die manier allemaal uit zo'n nieuwe piespot. Het enige probleem dat we hadden, die piespotten waren zo geëerd en als we iemand met een grote tas zagen toekomen, wisten we dat we moesten oppassen. Want 8 keer op 10 waren dat de mannen die voorbereid waren om zo'n pot mee te nemen. En zo hebben we verschillende kunnen uithalen. Dus, en dan zegde men natuurlijk, oh, het was voor te lachen. En zo heb ik mijn verzameling, allemaal in kartonnen dozen. De 160 mooiste, bijzonderste staan hier allemaal. En ooit heb ik nog een droom. En dat is een piespottenmuseum te openen. Een plaats waar ik bijvoorbeeld 2 keer per maand kan een uitleg geven. Ja. Of mensen met groepen die willen komen en dergelijke. Dat is mijn eerste droom. En vandaar dat ik ze nog allemaal bijhoud. Ik hoop van achter dat u een droom uitkomt. Al die verschillende piespotten zijn natuurlijk ooit toebehoord aan een volledig set. Zoals dat je hier kunt zien, het lampetstel. Men had en de piespot, maar dit was dan de waterkan, de waterbak, die als gelogeeschat op de kamer, op het toilettafel werden gezet, met een kam met een beetje zeep, om zo u te kunnen wassen. Natuurlijk, ik kon dat niet allemaal verzamelen, want anders had ik nooit plaats genoeg om het allemaal te plaatsen. Maar om nog een laatste afsluiter te maken, in het oude Rome, toen de mensen geen problemen hadden met allemaal naar het toilet te gaan, maar in het oude Rome werd er ook met geld gegooid en zat de regering ook zonder geld op bepaalde momenten. En het was vooral de keizer die zegde, we moeten iets doen om aan geld te raken. Keizer Vespasianus. En hij zegde tegen zijn zoon, we gaan belasting leggen op die gemeenschappelijke toiletten. Iedereen gaat moeten betalen. Dus 2000 jaar geleden, nee, wij betalen nu ook allemaal voor een toilet. En in die tijd betaalde men ook. En de zoon van de keizer zegde, de zoon was Titus, maar vader, je kunt dat toch niet doen? Geld vragen op urine. En de keizer was zijn antwoord, pecunia non olet. Pecunia is geld. Non olet. Niet en stinken. Geld stinkt niet. En daarmee was de discussie afgesloten. En moest men in Rome
betalen